Daadkracht is goed, autisme niet. Dat heeft minister Erik Wiebes eerder gezegd. Dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Arnhemmer Joep Tienego legt uit waarom de uitspraak hem heeft geraakt. Ik denk dat een minister beter moet weten. Hij heeft de woorden ook teruggenomen, hij heeft erkend dat het niet handig was. En het gaat mij er gewoon om dat de beeldvorming heel belangrijk is. We proberen mensen aan het werk te helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar probeer ik ook mijn bijdrage aan te leveren. En dat werk wordt gewoon lastiger gemaakt als dat soort uitspraken worden gedaan door mensen op dergelijke posities. En hoe ga je er als autist mee om? Je leert ermee omgaan en soms moet je het ook gewoon niet zo serieus nemen. Heb je dan ook een soort van zelfrelativering ontwikkeld om ermee om te gaan? Ja, ik denk dat het wel nodig is. Je loopt af en toe gewoon tegen muren aan. Iedereen loopt wel eens ergens tegenaan en bij mij heeft het een naam. En dan, ja, daar maken mensen soms gebruik van. Toch zie je nog wel in de samenleving dat veel mensen met een autisme spectrumstoornis het geheim houden of, laat ik het zo zeggen, geen coming out hebben wat betreft hun autisme. Hoe komt dat? Ik denk dat het voor iedereen eng is om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Ik ben daar zelf niet iemand van. Komt ook omdat ik uit een omgeving kom waar het heel normaal is om erover te praten. Maar het komt ook omdat ik denk dat het belangrijk is om te laten zien wie je bent, waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. En dat betekent ook dat ik zie autisme als onderdeel van wie ik ben, onderdeel van mijn karakter. En ieders karakter heeft in bepaalde situaties voordelen en andere nadelen. En door dat uit te spreken waar je iemand wel kan plaatsen en waar niet, betekent ook dat mensen je kunnen helpen om te zoeken naar waar je goed in bent, waar je thuis hoort. Want niemand in het leven kan dingen alleen doen. En als je dus niet uitspreekt, dan weet je ook misschien niet of diegene je had kunnen helpen. Veel mensen zijn direct, veel autistische mensen. Ik denk dat het goed is. Ik werk zelf in een onderwijscontext en daarin moet ik mensen feedback geven over wat ik denk dat beter moet. Of wat beter kan, wat ze goed hebben gedaan. En voor mij is het heel makkelijk om over het eerste pijnlijke moment heen te stappen. Want je weet dat mensen het niet altijd prettig vinden om bepaalde dingen te horen. Maar soms is het wel goed voor ze om te horen. Hoe reageren mensen op uw brief aan de minister? Eigenlijk alleen maar positief, of vooral positief. Collega's van de hogeschool van Arnhem-Nijmegen, waar ik werk, die hebben het ronduit gedeeld. De hogeschool heeft het zelf gedeeld. Mensen om me heen zijn eigenlijk heel erg positief en ook een soort van blij verrast. En dat vind ik ook heel leuk. Ze staan achter de actie die ik heb ingezet en dat is ook gewoon fijn om te horen. Ja, de minister heeft zijn woorden ook teruggenomen, daar ben ik heel blij mee. Dat is voor mij ook eigenlijk de kous af. Ik wilde gewoon een soort van bewustzijn creëren. En wat er nu daarna allemaal op me afkomt, dat is leuk. Het kost energie, maar het is ook wel leuk.